zei hij? Waar komen we voor? Ik kom een trompet terugbrengen, meneer. Die heb ik hier gisteren gekocht en daar ben ik niet erg tevreden over. Niet tevreden over de trompet? Nee, meneer. Oké, wat is er mee? Is hij vals? Nee, hij is niet vals, meneer. Niet vals? Scheef? Nee, hij is ook niet scheef, meneer. Verroest? Nee, ook niet verroest, meneer. Wat kan het dan niet zijn? Dat zal ik u laten zien, meneer. Wil je doen, erg aan. Kijk, ja. Dit is al een mis. Wat is er mis? Nou ja, ik zie niet. Wat is er verkeerd dan? Hallo. 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 Hey, daar. Er is niks aan mis. Meneer, dat is toch veel te groot? Dat krijg ik niet in mijn mond. Och jee, zo'n klein mondje. Ja, dan moeten we dat veranderen, hè. Heeft u dat niet gezien toen u hem kocht hier gisteren? Nee, meneer, want nee. U heeft mij een andere trompet laten zien. U heeft deze ingepakt, meegegeven. Ja, die andere trompet hebben we niet meer. Die hebben we verkocht, hè. Ja, ik zal eens even kijken wat we nog hebben. Ja, ik wil een andere trompet hebben, hoor. Begrijpelijk, natuurlijk. Al zou ik het zelf zijn, zeg. Even kijken, ik heb hier iets. Misschien... Ja, natuurlijk, zeg. Dan zal deze u beter bevallen. Nou, wilt u hem even passen? Of past u hem liever thuis? Nou, ik denk wel dat die nodig is, meneer. Ik dacht het ook, zeg. Zal ik hem in het koffertje doen? Ja. Mooi. Nou, ik ben er echt gelukkig mee. Anders wij wel. Dank u, vriendelijk. Da. Dag, meneer. Aardige man. Waar ben ik mee gebleven? Vertelt u eens, mevrouw, meneer, wat zal het zijn? Ja, wij zoeken een mooie langspeelplaat voor mijn vrouw. Laurens van Rooyen. Hallo, Laurens. Bij je te zien. Vertelt u eens, wat zal het zijn? Nee, mijn vrouw zoekt een plaat van Laurens van Rooyen. Ja. Van Laurens van Rooyen, maar natuurlijk, zeg. Laurens van Rooyen, vindt u leuk, Laurens van Rooyen? Ik bewonder hem zo. Ja, het is een van onze beste violisten, hè. Een van onze beste violisten, absoluut. Ik dacht dat hij pianist was. Hè? Ja, ja, ik begrijp ook niet hoe hij zijn Engelse vrouwen krijgt, hè. Ongelooflijk. Hebt u een plaat van Laurens van Rooyen? Nee. Nee, die zijn helaas, ik heb helemaal geen platen. Hij heeft wel platen van mij, hoor, maar die vergeet hij altijd terug te brengen. Maar, we kunnen even in de bak kijken, want ik heb u een voorraad voor je heel goed van, hè. Staat er al jaren, hè. Komt de deur niet uit. Moet ik dan wat anders proberen? Kijk, vind je dit leuk van James Last? James Last vindt het leuk, ja. Zal ik even een stukje draaien? Misschien vindt u hem leuk, je weet nooit, hè. Volgens mij enkele moeite, we zetten hem in je pot. Hallo, dat kan ik zo toch niet draaien. Hoezo niet? Ja. Och jee, heeft u nog gewoon zo'n ronde draaitafel thuis? Ja, natuurlijk. Heel ouderwets, heel ouderwets. Ik wist niet dat ze nog bestonden. Maar dan kijk even bij het oude materiaal, hè. Misschien wil u daar eens kijken. Even een nou, doet u zelf eens een suggestie. Even een suggestie doen. U weet toch zelf wat u in huis hebt. Houdt u van bijvoorbeeld Litouwers? Litouwers? Nou, die vind je wel mooi. Die is leuk, hè? Fly me to the moon. Ja. Dat mag jij nog misschien, hè? Kunt u opzetten wanneer u wilt. Een mooie hoes. We hebben bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld. Kijk eens even. Vader Abraham. Vader Abraham! Ja. Hoedje op, hoedje af. Die mag geen idee, het is dezelfde. Het lijkt een ander, maar het is dezelfde. Het is leuk. Het is niet lollig. De hoes is wel leuk, maar ja, we hebben niet. De plaat houdt niet op wacht, de beste van André van Duin. De allerbeste van André van Duin. Hoogtepunt uit zijn carrière. Staan er al zijn succesnummers op? Staan er allemaal op, dat de plaat even deze. Hebben we allemaal niks aan, meneer, aan de onzin. Het zijn leuke grappen, maar... Wacht even. Vanessa, natuurlijk. U houdt van Vanessa? Nou, ze ziet er in elk geval wel mooi uit. En dit is een dubbelalbum. Ga er binnen, jongens. Ga er binnen, voor koud. Heel mooi gedaan, zeg. Ik dacht het wel. Maar, Ik hou eigenlijk meer van operetten. Ze gaan het er maar zelf uit, pardon. Ik hou meer van operetten. Heeft u iets... Operetten? Ja, dat zult u toch wel tegen. Oh, wacht even, wacht even. Rosemarie. Rosemarie, ja. Die vindt u wel leuk. Vind je dat leuk? Bekende operette, hè? Mijn vrouw wil zal ik even een stukje draaien? Ja, dat is... Wilt u iets horen van Roos of van Marie? Nou ja. Verzin het maar, verzin het maar. Ik zet hem even op. Als u hem even op de lijn wil gaan staan, hier voor de speakers. Hier voor de speakers, dan hoort u het stereo-effect. Gaat even om het stereo-effect, hè? Alle mensen, moet je eens kijken. Meneer, wat zijn dat de grote boksen? Ja, die hebben we geleend van een geluidsstudio. When I'm calling you. Answer to that means I'll offer my love to you to be your own. If you refuse me, I will be blue.
huis. Zal ik hem voor de wind pakken? Zo nog een mooi zet. Dat is wel, hè? Schitterend plaatje. Ik doe hem even voor u in de hoes. Het is 25 gulden, dus dat is voor niks, dacht ik, hè? Nou, kan er net zoveel draaien als u wil, hè? Dat heb ik wel. Alsjeblieft. Dick de Wit, alsjeblieft, Laurens. Veel plezier erin, hè? Dat is wel mooi. Graag gedaan, hoor. U komt er wel uit, hè? Je stereo geluid. Ik weet niet of wij dat thuis nou ook zo krijgen. Kijk uit, hoor. Het is droog buiten. Zo, hè? Kom maar uit, jongens. Dit verkocht die plaat. Het was een hele goede tempo van de zonnekant.